Ja, heb je dat VVD-circus, heb je dat een beetje meegekregen vandaag? Hey, vrienden, ja. Hey. En jullie voelen het al in je water, hè? Ja, jullie en ik, en wij weten gewoon, we worden gewoon in de maling genomen. Ja, natuurlijk. Want dit was gewoon even, nou ja, niet eens voor de bühne. Ik weet niet voor wie dit was, dit hele circus. Het is toch volkomen onduidelijk wat daar nou allemaal zich heeft afgespeeld. Ja, natuurlijk. Die VVD-leden, die hebben de fractie tot de verantwoording geroepen. Die hebben gezegd, ho, we gaan eens ophouden met al die asielonzin. En het gaat natuurlijk, om wat ik al gezegd heb, om die instroom. Ja, of de instroom, van die kant. Ja, nou weet ik het niet meer. Instroom. Daar ging het over. Ja, en daar gaat het nog steeds over. En die hele wet verder. Van dwang of spreiding, of hoe ze het ook noemen. Ja, dat zal ze verdere zorg zijn. Dat geloven ze wel aan de achterkant. Het gaat om de voorkant, dat heb ik al verteld. En dan komt die Rutte, die komt daar. En die Rutte zegt dan van. Ja, maar ik ga daar eens even goed naar kijken, naar die instroom. Tegen die fractie. En die fractie weer. Oh, we zijn helemaal dolgelukkig met van. Oh, hij gaat er even naar kijken. Maar dat betekent, we doen er niks aan. Dat is wat het wil zeggen in de politiek. Ja, ik ga er naar kijken. Ja, of we iets kunnen doen aan die instroom. Hé, Rutte, al 2 jaar lang of jarenlang zegt heel Nederland al, houd er mee op met die mensen er binnen laten komen. Ja, en hij gaat er naar kijken. Hij gaat nergens naar kijken, want dan krijgt dat er natuurlijk niet door. Nee, met de kakelende. Nee, met de kakelende. Die wil van, kom maar binnen met je knecht. Ja, dat vindt de kakelende leuk. Ja. En VVD, ja, die hebben in hun programma wel staan van, we gaan er alles aan doen om dat zo beperkt mogelijk te houden. Hè, die asielzoekers. Maar hebben er helemaal niks aan gedaan. En dan krijgen we dus ook nog eens een keer die fractievoorzitter. Hoe heette die? Sophie Hermans? Nou, heb je dat gezien? Is die lollig, zeg? Is die geestig, die Sophie Hermans? Ja, we hebben hem doorgezaagd. Aha, we hebben hem doorgezaagd. Ja, leuk. We hebben een pittig gesprek gehad. En dan zei ze nog 5 keer, een pittig gesprek. We hebben een pittig gesprek gehad. Ja, we hebben je begrepen, Sophie. Het was een pittig, zeker met sambal, een pittig gesprek. Nou zeg, hey. En dat stelt dus allemaal niks voor, want iedereen is vaag. Want zij zegt niks, zijn er toezeggingen gedaan? Nee. Heeft Rutte toezeggingen gedaan? Nee. Dus wat hebben we hier met z'n allen? Vaag, vaag en nog eens vaag. En we zitten weer in de asielmist en het gaat gewoon door. Gewoon die instroom, vrienden, geloof mij nou maar, dat gaat gewoon door. Door en jullie en ik, maar vooral de VVD-leden, zijn hier ongelooflijk in de maling genomen.